Ik ben niet Jamiel, ik ben een drummer, normaal niet de drum ik op de drum sta en ik drum in een jazzbeat beetje. En laat ik ook optreden met de eigenaar van Heel Veel Genoten. Maar ik wil jullie heel graag kennis laten maken, niet met de drumstel, want dat kennen jullie waarschijnlijk al, maar met bucket drumming. Ja? Ik kan het alleen, dat weet iedereen, maar ik wil het samen met jullie gaan doen. Dus ik zoek een aantal mensen. Jullie zien, ik heb al wat emmers meegenomen. Ik heb stokken meegenomen. Ik pak plaats voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voor 10 mensen. Ik wil sowieso de kinderen uitnodigen. Kom erbij. Kom maar jongens. Haha. Dat zijn de muzikanten ook, hè? Jongens, een beetje. Oh, ik moet wel zonder. Ik moet wel zonder, hoor. Ja? Ik moet zonder. Oké, ga even op de achterste emmer zitten. Met een emmer tussen je benen. Op de achterste emmer. Ik heb hier nog plekken. Gratis steek voor kinderen. Ik heb hier nog drie plekken. Goed zo. Hier in de tent. That's the spirit. Ik heb nog plek voor één iemand. En straks weer oproepen. Hier, hier. Kom naar mij kijken. Ik heb nog plek voor één iemand. En iemand. Ik zie daar een meisje. Kom. Hoe heet jij? Nadila, even een applaus. Nadila, kom erbij. Gaan we zitten. Oké. Voordat we beginnen, ga ik even in het kort vertellen hoe dit eigenlijk ontstaan is. Want dat is wel leuk. Dan heb je ook de theorie erachter. Oké. Noem dit bucket drumming. 1 en 1 is 2. Het zijn emmers. In het Engels heb je bucket. Drummen, drumming. Oké. Dit wordt heel veel gedaan in Amerika op de straat. En dat is eigenlijk niet omdat die mensen het zo slecht hebben. Want vaak associëren mensen kunst op straat met armoede of problemen. Absoluut niet, dat is niet het geval. Het is praktisch. Ik kan nu ook achter een drumstel gaan kruipen, maar dan sta ik alleen te drummen en dan staan jullie te kijken. Hartstikke leuk. Maar ik vind het leuker om het met jullie te delen. Vandaar dat mensen het ook op deze manier doen. Ik wil een mini-workshop geven van 20 minuten. Kan ik niet alleen, gaf ik net al aan. We gaan het gezamenlijk doen. Oké, pak even allemaal een set stokken. Ik hoor dat de polsen, die zijn al geolied, want ik hoor al geluid, perfect. Oké, voordat we gaan beginnen zijn er nog een paar dingen die ik vooraf moet zeggen. Dit gebruiken we als stoppen, want als ik constant moet schreeuwen, dan heb ik s'avonds geen stem meer over. En heeft mijn vrouw heeft ook niks aan mij, ja? Dus dit betekent stoppen. Als ik zo doe, stoppen we ook met z'n allen. We tellen altijd met maten, ja? We tellen in tellen van 4 voor. En dat doen we door te tikken op de stokken. Perfect. 1, 2, 3, 4. Perfect. Oké, een drummer die doet dat meestal niet zo. Waarom niet? Stel dat jij nou een goede drummer wordt en jij gaat in een grote zaal optreden. Hoe zou je dat dan doen? Ja toch, want dan kunnen ze je zien achterin. Gaan wij ook proberen, tot 4, daar komt ie. 1, 2, 3, 4. Perfect. Het ijs is gebroken. Oké, jullie kunnen de trommel laten staan. Jullie kunnen hem laten staan. Ik doe dit omdat ik dan een iets overheersender geluid heb. Uit deze trommel, met jullie ga ik proberen om 2 soorten geluiden eruit te halen. Ja? De basdrum en de snare drum. Ik doe het even voor. Manier gaan wij het aanleren. We beginnen eerst met de polsen los te gooien. Dus we zetten de stokken neer. Doen we de vingers in elkaar. Gaan we de polsen losgooien. Doen we zo. Doe maar net of je gaat bidden. En dan gaan we ze even losmaken. Perfect. Zijn ze los? Zeker. Ja, toch? Perfect. Oké. Pak de stokken er maar weer bij. Oké. Het bucket drummen, dat doen we met drumtechnieken. En we gebruiken 2 technieken daarvoor. De single stroke en de double stroke, met een moeilijk woord. Single stroke is niks anders dan gewoon dit. Zullen we dat even met z'n allen doen? Doen we dat even 16 tellen. Gaan we aftellen, komt ie. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Oké.
roffel gaat natuurlijk niet zo. Nee, een roffel gaat zo. Dus wat gaan we doen? We gaan proberen te roffelen met die single stroke. Dus we gaan iets sneller tikken. Daar komt ie. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfect. Oké, we gaan wat dynamiek hierin proberen te verwerken. Wie weet er wat dynamiek is? De volwassenen niet. De jongeren, wie weet er wat dynamiek is? Nee, dat is een dynamiet, jongen. Lars, lijkt er wel een beetje op. Nee, dynamiek, oké. Dat is eigenlijk, zeg maar, hoogte en laagte verschillen, zeg maar, in de muziek. Ga het voordoen. We gaan heel zacht roffelen. Op de rand, op de rand. Doe maar mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gaan we harder. Laten liggen. De dynamiet. Doe maar allemaal. In het midden. 1, 2. Nog een keer. 1, 2. 1, 2. Oké. Wat gaan we doen met de dynamiek en jouw dynamiet? 8 zachte roffels en 8 harde roffels. En de 8e tel komen we hier op met z'n allen. Proberen? Let's go. Gaan we aftellen. 1, 2, 3, go. Zacht. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, harder! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Oké, maar die dynamiek die moet wel tegelijk. We gaan hem nog een keer doen, ja? We gaan aftellen, roffelen en dan de dynamiet op 8. Komt ie. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, goed zo, 7, en harder! 1! Die groep Queen wel allemaal, hè? Oké, die hadden een liedje. We will rock you. Het ritme daarvan is goed geschikt op instapniveau met bucket drumming te beginnen. Gaat als volgt. Hoe gaat die? 1, 2 in het midden en 3 op de rand. Ja? Voor jullie gaat die zo. 2 in het midden en 1 op de rand. Zullen we dat proberen? Tellen we af. 1, 2, 3, go! Goed zo. Stop maar, dit gaat meer dan goed. Ik moet er iets bij gaan gooien. Oké, perfect. Was dit moeilijk? Nee. Perfect. Was die roffel en die dynamiet, was die moeilijk? Nee toch? Oké, dan gaan we nu een break oefenen voordat we alles tezamen gaan brengen. Let op. De break gaat als volgt. Is die moeilijk? Gaan we proberen. 1, 2, 3, 4. Bijna. Nog een keer. 1, 2, 3, 4. Nog een keer, maar nu moeten we wel iets hoger aftellen. Want anders zien ze ons achterin niet als we bekend worden, toch? Oké, daar komt ie. 1, 2, 3, 4. Was hij strak? Bijna, hè? Bijna. Nog één keer. Hij kan nog iets strakker, hè? Ik doe hem nog één keer voor. Luister goed. Zal ik hem voorspelen en jullie na? Misschien is dat makkelijker. Ik speel hem één keer voor en dan antwoorden jullie, ja? 1, 2, 3, 4. Hou op. Hij moet strakker. Nog een keer. Zou spelen,
Ja? Maar wat ook vier tellen duurt, is dat raar voor jullie dan om dit te antwoorden? Nee toch? Blijf hetzelfde? Gaan we dat proberen. Ik speel een ander riedeltje en jullie antwoorden met dat. 1, 2, 3, 4. En die dingen wil ik eigenlijk aan elkaar gaan plakken. Want we hebben maar een workshop van 20 minuten. Zijn jullie er klaar voor? Tuurlijk. Klaar voor? Zijn jullie er klaar voor? Ja. Nee, dat accepteren mijn oren niet. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Oké dan. Let op. We beginnen als volgt. We tellen af. We gaan 8 keer zacht roffelen. 8 keer hard. En dan stoppen we met de dynamiet. En daarna doen we 8 keer, 8 tellen, de beat van Queen. Weet u nog wat het was? Hoe was die dan, meneer? Alleen die meneer, alleen die meneer. Ja, maar met 2 handen, hè? Oké, hij is goed gekeurd. Oké, daar komt hij. Stokken omhoog, gaan we tellen. 1, 2, 3, kom de roffel. 1, 2, 3, 4, zachtjes, 5, 6, 7, hard.